Martijn van de Wetering kwam als beste kok uit de bus. Hij nam deel aan de kookwedstrijd van Maastricht Culinair. Martijn, gefeliciteerd. Ik heb de hele avond nu geoefend op deze vraag. Wat gaat er nu door je heen? Ja, super. Dat is gewoon uit. Ja. Ja, had je het nou verwacht of was het toch een beetje... Nee, ik had het niet verwacht. Wel gehoopt uiteraard, maar niet verwacht, nee. Ik ga naar Italië. Ja, met de chef. Eerder die avond was de spanning nog om te snijden en de jury uiterst serieus. Er wordt vanavond gelet vooral op smaak, kleur, hoe zit het in elkaar, gaarheid natuurlijk en hoe ze zich presenteren. En wat u tot nu toe al gezien heeft, hoe was dat? Nou, we hebben nu de voorgerechten en de hoofdgerechten gehad. Ja, ze liggen allemaal kort bij elkaar, dat sowieso. Straks zullen we moeten gaan rekenen. Maastricht Culinair heeft een aantal jaren geleden zelf al Maastricht de gastronomische hoofdstad als werktitel geponeerd. Die hanteren wij nog altijd, want wij vinden nog altijd Maastricht is de gastronomische hoofdstad. En wij willen dat ook met deze jongens blijven bewijzen. Er wordt al heel snel gekeken naar sterrenniveau. We hebben de hoogste sterrendichtheid van heel Nederland. En dat mag zo blijven, maar ook direct onder dat sterrenniveau hebben we natuurlijk ook verschrikkelijk goede bedrijven en mooie bedrijven op de vorm van bistro's en andere bedrijven. En ja, dat niveau moet zo blijven en ook die hoeveelheid moet er blijven, want die variëteit die we hebben in Maastricht is natuurlijk geweldig. Het ging erg goed, moet ik zeggen. Gelukkig, want? Dus op een gegeven moment is het toch wel redelijk stress, maar het ging prima mee, dus ben tevreden, heel erg. Je denkt achteraf toch wel dat je extra dingen had willen doen en wat uiteindelijk niet gelukt is, omdat je in tijdnood zat. Door creatief en hard werkend in de keuken en sowieso sportief tegen je medekandidaten te functioneren. En natuurlijk proberen goed op smaak te koken. Qua gerecht kunnen we even misschien een beeld krijgen van hoe was dat toen anders? Jij hebt iets heel anders gemaakt, neem ik aan, naar eigen keuze of hoe ging dat? Nou, de opdracht was bij mij anders. Een klein beetje anders. Bij mij had ik ook mystery box en mochten we niet zelf creëren bij welk gerecht we wat moesten pakken. Dat was verplicht bij welk gerecht. Maar nu moeten ze ook een techniek laten zien in een sausje hoe dat gemaakt moet worden. Wat me vanavond gewoon wel opvalt is dat de gerechten zijn evenwichtiger. Zijn duidelijker op smaak. En dus zeg maar, zoals de Duitsers zo mooi zeggen, want die zijn zo goed in spreekwoorden. In de beschränking zeigt zich der Meister. Ik vind eten vaak, en dat zie je zeker in de Italiaanse keuken heel goed terug, hou dingen simpel. En dat herken ik vanavond wel een beetje.